ik merk wel, hoe meer je van jezelf in je werk stopt, hoe echter het wordt. Ja. Ja. This is called the blah blah cha cha cha. Having words to fit this tune. So you'll just say blah blah cha cha cha. If I could write some words, don't you know? Still the people will say cha cha cha, let's go. So we'll just leave it this way and we'll say it's the blah blah cha cha cha. Ik ken Marit, ik heb haar leren kennen door haar film, door haar eindexamenfilm. Grijs is ook een kleur. Ik vond de titel al meteen intrigerend, wat belangrijk is voor een titel. Wat ik weet van Nushka is dat ze als eerste vrouw is afgestudeerd van de Filmacademie. En ook de eerste vrouwelijke speelfilmregisseur in Nederland was. Dat is natuurlijk heel interessant. Waar ik erg naar en nieuwsgierig naar ben, en zeker naar haar antwoord daarover, is wat haar gedreven heeft om naar de Filmacademie te komen. En wat ze verder met haar filmende leven wil doen, wat voor hoofdthema ze misschien heeft. En dat is dan een kleine privé nieuwsgierigheid van mij, of ze spotjes draait. Omdat dat in mijn tijd absoluut not done was. En ik ben vooral benieuwd hoe ze ervaart dat de tijden zijn veranderd. Dus hoe het toen was op de Filmacademie en in de industrie in de jaren 60. En wat ze vindt van de tijden van nu eigenlijk. Camera. In deze opname zullen we laten zien hoe vervelend en langdradig film kan zijn. Daarna zullen we proberen aan te tonen waarmee een filmmaker zijn film interessant en zelfs spannend kan maken. Ik heb dus Aapnoot Mies film gezien, ja. Maar dat is dus niet je eindexamenfilm. Nee, we zaten met 12 mensen in het eindexamenjaar van de Filmacademie in 1963. Mm-hmm. En 4 daarvan mochten een eindexamenfilm maken. En als troost heeft toen de directeur besloten om met ons hele jaar 1 film te maken die ook meteen in het onderwijs gebruikt kon worden. En dat was dus Aapnoot Mies film. En dat was heel leerzaam, want wij hadden tot aan het tweede jaar nog nooit een camera in onze handen gehad. Nog nooit op een set gestaan. En er was 1 montagetafel, dus dat was ook een vrij beperkte mogelijkheid om iets te leren. Maar met die film hebben wij dus met de hele klas het fenomeen film maken onderzocht en ervaren. Ja, en wat was dan jouw rol daarbij? Ik was een montagemeisje. En dan zie je dus ook nog echt, ik moet er iedere keer vreselijk om lachen als ik het zie, monteren nog met met schoonschrapen, lijm erop plakken, met een pers het op elkaar zetten en dan tot 5 tellen tot het geplakt was. En dan had je een sneet gemaakt. Ja. Dus wat dat betreft is het heel ouderwets allemaal. Maar goed, in die tijd was het nou eenmaal zo. Het is natuurlijk zo'n enorme ontwikkeling geweest inmiddels. Want je bent in beeld als montagemeisje. Ja, ja, ja. Maar je hebt ook de film dan uiteindelijk zo gemonteerd. Dat weet ik niet meer. Oh. Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Het is zo lang geleden. Oh ja. Ja. Maar en tot dat punt hadden jullie dus eigenlijk nog niet echt films gemaakt dan? Nee, dus het was vrij technisch. Het bestond nog niet zo lang. Er waren niet zoveel docenten beschikbaar. Dus ik kreeg zeer tegen mijn zin geluidstechniek en lenzen en kleurtechnieken en dingen waar ik in principe niet voor gekomen was. Scenario schrijven en montage heb ik gedaan. En ik was lang blij dat er een opstart was. De rest was dus duidelijk dat je het in de praktijk moest leren. En was je ook niet blij dat je die andere dingen dan stiekem leerde? Want ik heb alleen regie gedaan. Ja. En wel dan altijd les gehad ook met andere disciplines, maar het is stiekem ook wel leuk om over andere dingen iets te leren, toch? Nou, wij hadden geen les in regie. Oh. dat was een beetje zo. Oh ja, oké, nee. We hadden dus scenario schrijven en montage ook, maar ja, met hele minime middelen. Want nog, als ik hier af en toe binnenloop, dan denk ik, jeetje. En studenten mopperen, dan word ik altijd een beetje bozig. Ja, we zijn verwend geworden. Je moest dus weten, zeg, studio's voor opnames, voor geluid, grote decors bouwen. Zo ontzettend veel. Wat je ook nodig hebt hoor. Ja. Ik misgun het niemand. Maar af en toe ben ik dan toch wel. Dat is toch al. Leer je meer in die 4 jaar? Ja, ja. Nou, sowieso omdat het 4 jaar is. Ja, ja. Het is echt zelf uitzoeken hoe het moest. Zelfs voor de directeur. Ja. En daar werd natuurlijk ook wel grappen over gemaakt. Want stond hij in zijn 3-delige pak. Het was een hele steile
intelligente man, stond hij daar af en toe ook heel wanhopig te kijken van hoe moet dat nou, een decoupage. Dus eerst werd de scène helemaal gespeeld en dan in stukjes gedeeld. En Boudewijn de Groot speelde een hoofdrol, dus dat vonden wij wel leuk, want die was toen al leuk genoeg om naar te kijken. Ja. En dus ja, dat was uitvinden zelf. Nou, jij bent in de gelukkige omstandigheid geweest om 4 jaar op de academie te zitten. En hoe heb je toen die 4 jaar doorgebracht? Ik heb wel veel geleerd, ja. Maar het is heel, ik denk als ik jouw verhalen hoor, is het nu eigenlijk een heel gestructureerde school. Dus ik heb 4 jaar lang echt regie gedaan en alleen regie. Ja. En dan met de klas, dus met andere disciplines les gehad over decoupage en een klein beetje scenario, een beetje van dit, een beetje van dat. Mm. En wat ik vooral het leukst vond, zijn de spelregielessen. Ja, ja. En daar heb ik denk ik ook het meest van geleerd. Want ik denk uiteindelijk, wat je net zelf ook zei, dat je moet toch altijd iedereen binnen je crew in zijn waarde laten. En een cameraman weet gewoon meer over camera's. En een scenarist weet meer over een scenario. En een production designer over art. Maar spelregie, dat was wel echt mijn verantwoordelijkheid. Dus daar genoot ik ook wel van om dat dan te gaan leren. Ja, ja. Want ik dacht, dat vind ik wel heel interessant om met acteurs te werken en daar het beste uit te krijgen. Ik zoek een schroevendraaier. Het is een beeldverhaal over een in wezen heel ingewikkeld gegeven. Mm-hmm. Wat mij nog steeds wat in herinnering is, dat je ontzettend mee kan denken en mee kan voelen met dan het meisje wat de hoofdrol is. Ja. En dat er veel gekeken wordt en niks wordt uitgelegd. Ja. Waardoor je dus veel makkelijker als toeschouwer in het verdriet ook van dat meisje mee kan gaan. Ja. En dat moet je van tevoren bedacht hebben. Eigenlijk het enige wat we al wisten toen we gingen afstuderen is dat we een film wilden maken over een meisje van die leeftijd. Dus dat is altijd al het ding geweest. En langzamerhand ontstond daar omheen het verhaal wat uiteindelijk Grijs is ook een kleur is geworden. Ja. Maar wij wisten altijd al dat we het vanuit dat personage gingen vertellen. Ja. En wat is het verhaal? Het verhaal is een meisje wiens broer weer thuis komt wonen na een poging tot zelfmoord. Ja. En zij probeert hem eigenlijk weer gelukkig te maken. Ja. En dat vindt ze heel lastig, want ze snapt het niet en ze wil het heel graag begrijpen. Mm. En vooral omdat we, depressie is iets heel ongrijpbaars. En juist daarom vonden we het belangrijk om het vanuit een ander personage te vertellen. Dus niet vanuit een jongen die somber en depressief is, maar juist vanuit het meisje die daarnaar kijkt. En dat maakt het ook voor ons makkelijker om als maker om vragen te stellen, omdat zij wil het begrijpen. Mm. Maar ze is ook nog een kind. Mm. En daardoor staat ze heel erg open voor gewoon de antwoorden op al haar vragen. En ik denk dat bij uitstek een onderwerp als depressie, dat je daar met heel veel open vragen in moet gaan. Mm. En vanuit een perspectief van een kind kun je dat natuurlijk ook maken. Want wij willen helemaal niet pretenderen dat we weten hoe je ermee om moet gaan. Nee. En juist zo'n kind maakt dat een heel open verhaal dan. Hey. Douwe, zullen we gamen? Nee. Douwe, weet je wat we doen? Ja? Wil je me even met rust laten? Alsjeblieft. 1 potje. Nee, sorry. Jij hebt meteen al een fantastische start gemaakt met je films. Eindexamenfilm heeft een prijs gehad. Dat was de? Dat was de studenten-Oscar. En daarna met je tweede film viel je ook meteen in de prijzen op het filmfestival. Ja, maar er zat nog wel een film tussen.
die weinig mensen hebben gezien. Dus het is niet mijn tweede film. Dat, dat was echt belachelijk. Mijn derde geweest. Film. Ja, mijn derde. Dat maakt echt verschil. Het maakt voor mij wel heel veel verschil, ja. 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 En hoe voelde dat? Hoe ga je daarmee om als alles wat je doet meteen zo gehonoreerd wordt? Ja, dat is natuurlijk allereerst heel erg leuk. Als films goed worden ontvangen. Mm-hmm. Dat is heel erg fijn. Het is ook wel heel eng. Want er zijn meteen ook allemaal verwachtingen dan voor dingen die je daarna gaat maken. Dat was vooral na mijn eindexamenfilm was dat wel een ding. Omdat dan ben je net afgestudeerd en je bent er eigenlijk van overtuigd dat je nog helemaal niet weet wat je aan het doen bent. Ja. En als dat dan goed ontvangen wordt, dan is dat heel spannend. En dan moet je ook meteen door. Of niet voor mijn gevoel. Ik was heel erg bang om stil te komen te staan. Mm. Omdat ik dacht, ik wil heel graag iets nieuws maken. Maar hoe langer ik daarmee wacht, hoe hoger de druk wordt en hoe meer mensen ervan gaan verwachten. En belemmerde de voortgang van jou? Ik merkte dat ik daardoor heel erg geneigd was om heel snel in nieuwe producties te stappen. Mm. Dus om heel snel weer iets te gaan maken, zodat ik maar niet stil ging staan. En dat was voor mij als maker heel goed. Maar ik denk de film die ik toen direct daarna heb gemaakt, die had er misschien wel baat bij gehad om iets meer tijd te krijgen van mij. Ja. Maar ik vond het gewoon heel eng om iets te gaan, maken weer. Dus door de druk van buitenaf, zeg maar. Ja, nou, misschien meer door de druk van binnenuit. Ja. Omdat ik dacht, als ik nu niet iets ga maken, dan zit ik straks over 5 jaar nog steeds tegen die eerste productie na mijn afstudeerfilm aan te hikken. En dat moet ik eigenlijk niet hebben, want dan wordt het alleen maar erger natuurlijk. Dus ik dacht, als ik nou snel een film maak, dan ben ik daar vanaf. En dan kan ik daarna weer rustig dingen gaan maken. Mm. Ik ben nog heel erg aan het nadenken over elke stap die ik daarin zet, denk ik. Dus elke film is wel voor mij een nieuw, maar goed, dat zal denk ik altijd blijven, maar het is een nieuwe uitdaging en daar wil je iets anders uithalen. Iets anders mee bewijzen of onderzoeken. Of een zoektocht. Ja, zoektocht. Ja, en ook nog wel naar wie je bent als maker, denk ik. Dus wat voor soort films je wil maken en of dat überhaupt moet bestaan. Dat je één soort films maakt of dat je op een gegeven moment zegt, ik gooi het helemaal over een andere, we gaan een hele andere kant op, ik ga iets heel anders doen. Ja. Dat kan natuurlijk ook nog, ja. Hoop ik. Nou ja, ik denk dat je daar het meeste van leert. En op den duur, want dat is het leuke van het filmvak. Je kan blijven leren en je blijven ontwikkelen en weer andere dingen uitproberen. En je wordt natuurlijk ook wijzer, sprak zij uit ervaring. Dan mag je uit ervaring spreken. En op een gegeven moment wist ik duidelijker wat ik niet meer wou. Of dingen waarvan ik dacht, dat vind ik niet interessant. Of daar word ik niet wijzer van, dus dat doe ik maar liever niet. Wat zijn dat dan voor dingen? Of is dat een hele moeilijke vraag? Ik ga helemaal van stotteren. Dat mag, dat hoort er ook in. Ik heb nooit spotjes willen draaien, bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat was in die tijd ook. Je deed ook in mijn tijd, was iets voor televisie doen. Nou, dat deed je niet, zeg je. We waren toch kunstenaars? Oh ja. En televisie was voor het volk. Kon je er dan van leven, van film maken toentertijd? Want ik weet dat als ik nu alleen maar de films maak die ik wil maken, dan dat duurt dat niet lang. In Amsterdam is alles zo duur geworden. Ja, ik kan dat niet betalen. Ja. Dus ik moet ook af en toe iets doen, echt gewoon puur voor werk. Spotjes? Ja, ook. Ja. Ja, spotjes is dan, inmiddels is dat een hele grote wereld geworden waarin dat ook heel kunstzinnig kan zijn. Mm-hmm. Dus dat is tegenwoordig niet meer heel vreselijk als je dat moet doen. Mm. Als je een beetje je eigen richting, een beetje je eigen draai eraan kan geven. Ja, ja. Maar ja, dat doe ik er ook bij om wel gewoon geld te verdienen. Ja, nee, ik kan me ook goed voorstellen. Ja. Maar ik vind het ook zo grappig om te zien dat ik toch uit zeg maar het vooroordeel of de afkeer van überhaupt van reclame, dat we dat ook dan konden volhouden en dat dan ook, dat deelde je met elkaar. En als iemand het wel ging doen, nou, dat werd meteen veroordeeld, weet je, dat deed je niet. Ja, grappig. En dat was ook niet nodig om als je documentaires maakte, waar ik mee begonnen ben omdat het toegankelijker was en omdat ik bij Dolomina zat en dus de hele wereld wilde verbeteren. Daar kom je op den duur ook van terug, dat is misschien ook wel wijsheid. En dus ik heb documentaires gemaakt en die werden dan in achterafzaaltjes gedraaid met een rammelende projector met de discussie na afloop. Maar dus wel met publiek, al zaten er maar 20 mensen. Wat je gemaakt had, werd dus meteen
beoordeeld, besproken. De mensen gingen erover nadenken. Maar hoe zou je je inspiratie zelf omschrijven dan? Dat het onderwerpen zijn die, nou ja, zoals de grijs is ook een kleur. Dus zeg maar toch wel problematische onderwerpen zijn binnen de maatschappij die het nodig hebben om nog weer eens een keer onder de aandacht gebracht te worden. En dan heb ik de pretentie dat ik dat dan kan. Ja, precies. Maar en om taboes te doorbreken eigenlijk. Ja, ook wel. Ja. Aan de andere kant, de female point of view. Ik kan het alleen maar in het Engels zeggen, want vrouwelijk standpunt vind klinkt ik te vast. Suf, dat is zo venijnig. Terwijl point of view, dan heb je één iemand en je kijkt naar een ander. Perspectief is ja. Misschien meer. Ja, dat is ook weer zo'n tekening. Dan zie ik weer... Een architectentekening voor je. Zo'n leerschool voor tekenen voor me. Oh, ja, precies. Dus dat zit er wel altijd in. Dat krijg ik ook niet meer uit, want zo ben ik zelf natuurlijk. Ja. En je neemt altijd jezelf mee in een film. Ja. Eigenlijk had ik in het begin wel moeite mee, hoor. Ik wilde het niet persoonlijk maken, want ik had iets van, ik gebruik heel veel geld. En dan moet het publiek is toch belangrijk dat ze snappen. Niet dat ik om mijn knieën ging. Maar ik heb wel altijd in mijn hoofd gehad van, ik maak dit om te laten zien. Ja. En dat vond ik wel een belangrijke drijfveer. Dan word je wel uitgescholden van, jij maakt publieksfilms. Ik denk, ja, dat is een ander verhaal, dat is amusement. Ook niks tegen, maar dat hoef ik niet te maken. Dan liggen mijn talenten niet. Je moet toch je ontdekken, al doende, wat je eigen talenten zijn. En die ontwikkelen en je ook er niet voor schamen dat je die hebt. Dat is natuurlijk heel Nederlands, hè? Heel bescheiden zijn van, nou, dat kan ik niet, nou, dat weet ik niet. Ja. Ik betrap mezelf daar ook wel redelijk vaak op. Daarom spreek ik het jou toe. Ja, oké. Okay. Oh, dit is een les. Okay. En ben je dan nu gestopt met het proberen de wereld te redden? Of... Nou, het heeft niet geholpen. Maar we zijn nog steeds bezig, toch? Ja, dat is waar. Nee, maar op een gegeven moment dan niet met film, zeg maar. Dat een situatie om geld te krijgen voor documentaires met name vond ik lastig geworden. En vooral omdat mijn laatste documentaire er geen schijn van kans maakte om gefinancierd te worden. Ja, een film over onderwijs, zeiden ze bij televisie. Dat is niet zo'n sexy onderwerp, hè. Dus ik zag de kijkcijfer terug al in de oogjes glimmen. En toen had ik er van de ene dag op de andere had ik er schoon genoeg van. Hmm. En ik hou ermee op, ik heb geen zin meer. Ja, en dat iedereen dacht, van, nu stort ze in, nu gaat ze huilen, nu gaat ze weet ik wat. Ik was alleen maar opgelucht. Zo die druk van altijd maar weer, of je nou een heleboel films hebt gemaakt die ook succesvol zijn geweest, je geen enkele krediet geven, toen dacht ik, nee, ik stop ermee. Maar en denk je niet dat het dan op een gegeven moment weer gaat kriebelen om met die camera op pad te gaan? Nou, ik heb wel mijn camera weer tevoorschijn gehaald. Kijk, dus dat hou je niet heel lang vol. Ja, maar je bent niet voor niks een filmmaker natuurlijk. Nee. Dat is iets wat je wil doen. En heb je dan ook het gevoel dat hoe persoonlijker je werd in je films, hoe meer je vertelde wat je wilde vertellen? Of hoe meer het met andere mensen ging raken? Of... Nou, ik denk wel dat hoe persoonlijker wordt, hopelijk hoe eerlijker het dan wordt. Dus dat je ook voor jezelf niet de schijn ophoudt. Maar dat de ander voelt dat echt gemeend is. En dat raakt mensen toch eerder dan een of andere show of zo. Ja. Ik merk wel, hoe meer je van jezelf in je werk stopt, hoe echter het wordt. Ja. Nee. En dat is natuurlijk wel iets wat je langzamerhand leert, denk ik. Ja, het blijft toch altijd eng om een film te maken, omdat je gewoon je hart op tafel legt en eigenlijk vraagt de mensen om er punaises in te gaan steken. Dus dat is hoe meer je dat doet, hoe pijnlijker het kan worden. Nee. Maar ik denk ook hoe mooier het kan worden. Dus langzamerhand probeer je dat wel steeds meer. En ook omdat ik nu sinds kort ook een beetje zelf begin te schrijven. Dan wordt het natuurlijk nog enger. Mm. Want dan sta je bij twee creditkopjes. En dan is er nog meer over twee je punaises. Te zeggen. Twee punaises. Ja, precies. Of in ieder geval op twee plekken in je hart. Mensen die dat gaan steken. Mm. Kan. Dus dat is wel eng. Maar ik denk wel dat het ook meer oplevert. En ik denk ook dat het uiteindelijk bevrijdender voelt. Als je meer van jezelf erin kan leggen. Da-dum-d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 a-
Wil je meer weten over deze documentaire? Ontdek het op tweedok.nl.